Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Marco kan ook zelf gewoon bepalen. Ik wil die kant op. Check even je locatie. Gas. Hij is niet op het water, hij zit op de weg. Hé, hey, waar zijn jullie dan? Ja, dat is hem. Hij stapt in een bulldozer. Ik zie hem staan. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Laat hem niet ontsnappen! Daar zit hij! Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Lekker, jongen! Jachtseizoen! Dit is het jachtseizoen. Zitten. Zo, Marco Borsato. Jij durft het tegen ons op te nemen. Dat ga ik proberen. Luister, we openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag jij beginnen aan jouw ontsnappingspoging. Je krijgt 20 minuten voorsprong. En daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van onze GPS-trekker mee, die om de 10 minuten jouw locatie aan ons doorgeeft. Lukt het jou om langer dan 4 uur uit onze handen te blijven? Dan sta ik bij de jacht en dan ben je op vrije voeten. Maar lukt dat je niet, en we pakken je en dan ga je meteen terug naar cel. Is dat duidelijk? Ja. Mooi. Stefan, wil jij deze kerel even terugbrengen naar zijn cel? En zodra wij op deze knop drukken, begint het spel. Oké. Opstaan. Dag, Marco. Moeten we toch afscheid nemen? Maar dat bestaat niet. Vandaag neemt Team Stuk het op tegen niemand minder dan de koning van de Nederlandstalige popmuziek, Marco Borsato. Deze levende legende heeft de meeste Nederlandstalige nummer 1 hits ooit op zijn naam staan. En dat is de waarheid. Wat zou Marco doen wanneer hij zo dadelijk mag beginnen aan zijn ontsnappingspoging? Gaat hij als vrijman naar huis vannacht? Of wordt de bestemming toch de cel? We starten vanuit het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Na de ontsnapping uit deze voormalige psychiatrische kliniek krijgt onze zanger 4 uur lang de tijd om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Jongens, Marco Borsato. Ja, ongekend. Normaal gesproken zijn de meeste dromen bedrog. Maar vandaag is onze droom uitgekomen. Marco Borsato en jachtseizoen. Helemaal top. Ik ben eigenlijk zenuwachtiger dan ik verwacht had dat ik zou zijn. Ik ben zo slecht in spelletjes. Ik vind het sowieso moeilijk om de boef te spelen. En ik probeer eigenlijk altijd zo min mogelijk op te vallen. Gek genoeg. En dat gaan we vandaag met dit overal natuurlijk niet lukken. Ik maak me enorm zorgen. Want ja. Deze man is natuurlijk best wel een icoon in Nederland. Iedereen herkent hem. Hij is bekender dan de koning. Verkoopt wel 12 keer de Kuip uit. Ja, maar als je hem loslaat. Dan ontploft er iets hoor. Heel Nederland gaat achter hem aan. Natuurlijk ben ik een beetje gespannen en ik heb ook wel een idee van wat ik wil. En ik heb een leuke verrassing in petto, maar dat moet dan wel komen. En als ik daar niet kom, ja, dan kan het zomaar eens een heel kort tochtje worden. Marco heeft een bestemming voor ogen, maar zal wel op zijn hoede moeten blijven. Want de GPS-trekker stuurt iedere 10 minuten zijn locatie door naar Team Stuk. De boys mogen na 20 minuten voorsprong de jacht openen. In een bus vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Marco beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of telefoon op zak. En van zijn topografische kennis moet hij het ook niet hebben. Ik ben topografisch zo slecht aangelegd, joh. En dan wil ik natuurlijk het liefst zo snel mogelijk naar vertrouwd gebied. Ja, als het onveilig wordt, wil je naar een veilige plek. Wat we wel vaak zien bij boeven, is dat ze teruggaan naar hun woonplaats. Ik denk dat wij zo meteen gewoon plankgas naar het gooien moeten. Hij gaat sowieso een bakje pleur doen bij zijn huis. Ja. Sowieso. Heel bij de hand. Nou, dat is niet helemaal toegestaan. Want onze boef moet zich wel aan enkele regels houden. Hij mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Het is voor mij één groot avontuur. Ik weet het gewoon niet. Maar die gasten, eerlijk is eerlijk, vandaag zijn we vijanden. Maar geloof me, het wordt één grote verrassing. Behalve liedjes zingen, heeft hij nog meer in petto voor ons. Ja, hij houdt ook erg van de kleur rood. Ja, drinkt af en toe margarita. Kijk, jullie mogen dan wel sympathieke gasten zijn. Maar dat wil natuurlijk toch niet zeggen dat je me zomaar te pakken krijgt. Het is dus niet zo dat ik als een soort poesie op mijn rug ga liggen. Dus maak je borst maar nat, gasten. Het wordt nog best misschien een hele lange dag. Marco Borsato.
Het liefst laat ik je zitten, maar bij deze... Laten we gaan pakken. Marco is ontsnapt. En ook deze boef heeft natuurlijk al een snelle getaway-auto vlak naast de ingang klaarstaan. Of nou ja, zijn vaste chauffeur is gewoon even blijven wachten. Ah, ja, Kees, ik wil richting Alkmaar. We moeten 20 minuten hier vandaan. Jezus, is dat niet normaal? Ik ben godverdorie nog maar net 5 seconden weg en ik ben al opgefokt met mijn hartslag zien, joh. Ik heb een hartslag van 120. Is Kees, dat is eigenlijk mijn safety, zeg maar, gedurende de tour. En dat doet hij al heel lang. En omdat ik geen telefoon mag meenemen en ik ook heel slecht telefoonnummers kan onthouden, heb ik wel in ieder geval het eerste stuk iemand nodig die even mensen kan bellen. Kortom, Kees pleegt even een belletje. Kan jij alsjeblieft even iemand regelen? Kees, we hadden toch een snelle auto voor het eerste stuk? Maar je rijdt ook als een oude dame, man. Ja, hallo, op dit bejaarde tempo zijn jullie de voorsprong niet echt optimaal aan het benutten. Ja? Was ik dat? Ja, Marco, dat is nou die beroemde GPS-trekker. En dat betekent dat je eerste locatie nu is verstuurd naar Team Stuk. Die staan nog op de startlocatie te wachten tot de voorsprong voorbij is en ze de jacht mogen openen. Jeetje, bij de A2 richting Amsterdam. Amsterdam. Dus ik gok dat die richting het Gooi gaat. Ik zeg flink tempo, ga naar de auto toe, jongens. Hop. Of Marco naar het Gooi gaat, moet nog maar blijken. Maar deze boef is niet op zijn achterhoofd gevallen en doet een poging om zijn achtervolgers te misleiden. Ja, ik wil hier bij het station de ping af laten gaan. Ik wil dat zij denken dat ik hier op de trein stap. We komen er snel achter of de boys hierin trappen, want de eerste 20 minuten zijn voorbij. En Team Stuk opent de jacht. Station Breukelen. Gaat die nu al een trein pakken? Dat doe je toch niet. Maar die trein gaat wel naar Amsterdam. Moeten we niet gewoon via de andere kant, via Hilversum, naar Amsterdam? Hetzelfde aankomst, laten we het doen. Dus we gaan gewoon nu al een gok nemen? Ja, we gaan via Hilversum. Als hij dus uiteindelijk voor kiest om naar Blaricum te gaan, dan komen we hem tegemoet. Logisch dat de jongens denken dat dit zingende boefje richting zijn hometown Blaricum wil. Maar Marco heeft hele andere plannen. Oké. Zo snel mogelijk richting Alkmaar. Gelukkig heeft het belletje van Kees zojuist geholpen. En staat een van zijn volgende collega's al te wachten. Dit is Gordon, dit is een collega van Kees. En op grote evenementen is hij de big boss van de security. Die bepaalt wie er wel door mag en niet door mag. En dat soort mensen heb je nodig om een stuk tv van je af te schudden, want die komen er gewoon niet door. Ik vind dit wel echt tot nu toe, denk ik, een van de grootste tegenstanders waar we ooit tegen hebben gespeeld, jongens. Marco. Ja, maar ik hou wel van een uitdaging. Ik ook. Het is natuurlijk een super mooi verhaal dat hij meedoet, maar het is een nog mooier verhaal als wij hem even pakken. Ik zie, Marco kan ook zelf gewoon bepalen tegen de mensen, ik wil die kant op, ik wil die kant op, ik wil die kant op. Ja, ik denk dat mensen gewoon aan hem vragen, oké, waar moet je heen? Ik rij om voor je. Nou, op dit moment durft Marco het nog niet op straat te vragen en belt hij vanuit de auto een volgende bekende. En hij vraagt dit keer niet alleen om een lift. Heb jij toevallig, weet ik het, 10 euro of zo, of 15 euro in je zak? Anders vraag ik het even. Ja. Heb jij anders, Gordon? Ik heb alleen maar pasjes. Godverdomme, nou, dat is dan niet te geloven, die gast. Dan gaan eens geld op zak. Oh, mijn locatie is nu weer gedeeld. Thomas probeert zich nog iets beter te verdiepen in de ontsnapte zanger. Nou, ik ga hem ook even goed voorbereiden. Dus ik ga even muziek van Marco luisteren. Kijken wat hij te zingen heeft. Volgens mij hebben we een... Jongens, we hebben een nieuwe locatie. To, we hebben een nieuwe locatie. Hallo, To! Gewoon een lekker nummertje, laat me nou even. We hebben een nieuwe locatie. Dit is gewoon een lekker nummertje. Eeuwigheid alleen. Alleen seconden. Los zijn van de zwaarte. Oké, genoeg zo. Bedankt, Thomas. Ik denk niet dat Marco je snel uitnodigt voor The Voice. Dus focus je nou maar op het boeven vangen, oké? Kan hij ook nog naar richting Horen en zo gaan? Ja, dat verwacht ik. Jij verwacht dat hij richting Horen? Dat hij A9 gewoon helemaal doorgaat naar boven. Straks. Ja. Marco is nog steeds heel erg gespannen. Het pas echt relaxed ben ik als we de eerste uur door zijn, want dan weet ik waar zit het ten opzichte van ons. Maar ook Marco's volgende lift staat alweer keurig op hem te wachten. Richting Alkmaar als het kan. Ja. Ja, oké, we hebben een nieuwe locatie. Het is de N232 Schipholweg. Er zijn alleen maar weilanden daar. Wat ga je daar doen? Wat ga je daar doen? Hoe lang is het van hier nog naar Alkmaar, denk je? 24 minuten. Dat kan niet. Centrum Alkmaar, hè? Ja, nee, maar dat gaan we dus niet doen. Oh shit. Dag van de Grij, zo. Nee, Akersloot. Nee, we moeten motel Akersloot dan. Change of plans. Ja. Ik ben nog zo niet relaxed.
Maar joh, hij is al bij Spaarndam. Hij is bijna bij Muiden en Beverwijk al. Dat meen je? Hij is bijna bij jou in Hij is bijna thuis. Je bent bijna thuis, Dave. Want hier zit verder niet echt op. Op een gegeven moment komt de afslag Akersloot. En dan, daar zou hij er ook af kunnen gaan. En dan fixen ze vanaf daar een nieuwe lift. Marco begeeft zich op voor Stefan bekend terrein. En dat is in het verleden voor veel ontsnapte criminelen zeer nadelig geweest. Maar Marco heeft vanuit de gevangenis een speakbriefje met enkele handige telefoonnummers meegesmokkeld. En er wordt inmiddels alweer gebeld met hopelijk een nieuwe helper. Over 1 minuut krijg je hier een ping, dan kom ik eens een sodemieter naar jou toe. En dan moeten we als een achtelijke naar de overkant. Oké, okay, tot zo. 15 kilometer zijn ze bij me vandaan. Ja, dan moeten wij nu dus wel als... We moeten door. 1,8 kilometer. Ja, kijk, hij is eraf bij Van der Valk. Hij staat bij Van der Valk. Marco belt weer een stap vooruit, maar zijn volgende contact lijkt hem in de steek te laten. Dit nummer is niet in gebruik. De verbinding wordt nu verbroken. Nee, je niet. Hij zal nu toch echt dit voertuig moeten verlaten. Hey, F2 tellen. Ik moet wel even een pick-up nog regelen voor... Hoe werkt de telefoon? Hoe werkt die telefoon? Want ik weet niet hoe de telefoon werkt. Hier eraf. Jachthaven aangesloten. Hij zit bij een haven, Giel. Jongens, dat is maar 6 minuten rijden. 06. Voicemail? Ja, voicemail. Oké. Shit. Hey, maar dit is helemaal niet zo slim wat hij doet, jongen. Nee, ik vind het ook. Hij gaat in een meer zitten waar je geen kant op kan. Hier rechts. We gaan rechts. Dit is de aankomst, jongens. Hou je actioncams. 4 minuten. Vlak voordat Marco te water gaat, krijgt hij eindelijk gehoor aan de andere kant van de lijn. Nou, hij moet me oppikken aan de overkant van het water. Wij gaan varen. Yo! Gas. Kom, gaan kijken. Kom! Waar staat hij dan? Check even je locatie. Kunnen we een boot... We moeten een boot fixen, man. Als hier het water... Daar moet hij nog zijn. We hebben hem nog niet gebruikt dit seizoen. Eens kijken of ik Marco kan vinden. Kom op. Iemand in een oranje pak. Ja, dat was Marco Borsato. Die is net door een boot gegaan, of niet? Welke kant ging je op? Daar op de boot. De man vertelde dat hij op een speedboot zat. Hij is naar de overkant. Is dat hem? Hij is al weg hoor. Hij had een hele snelle speedboot. Jachtseizoen! Ja! Marco heeft alle tijd om contact te leggen met zijn nieuwe helper. Ja. Ik zie. En bij hem in het volgende voertuig te springen. Kijk, nou weet ik niet wat er met hun precies gebeurd is. Of zij onder of boven langs gaan. Als zij via Alkmaar moeten gaan, dan heb ik 20 minuten gewonnen. Geen tijd te verliezen. Hij is niet op het water, hij zit op de weg. Wat, nu al? De drone wordt naar beneden gehaald en de boys springen weer in de bus. Ik heb een chauffeur nou. Ja, gas erop. Oké, daar gaan we dan. Kom op, jongens. Hup. Hoe lang is het rijden? Oh, dat is best wel ver nog. Half uur. Half uur? Het plan van Marco is gelukt en de boys staan op een half uur achterstand. Marco kan nu in alle rust zijn lijstje met telefoonnummers bellen voor nog meer hulp. Jongens, we hebben weer een nieuwe locatie. Hij zit weer op de snelweg, 27 minuten na zijn laatste locatie. Laten we binnen doorgaan. Ja, is goed. Jij bent chef bepalen. Team Stuk besluit binnen door te rijden, in de hoop de ontsnapte boef af te snijden. En die heeft zijn volgende lift alweer klaarstaan. Dit is Peter, dit is de man van Brigitte. En Brigitte, dit is mijn boekhoudster. Ja. Moet je nu naartoe? Amsterdam? Ik denk dat ik al blij ben als je me afzet bij richting Stadionplein, zeg maar. Weet je wel, die kant op. We hebben een nieuwe locatie. Waar dan? Oostzaan. 25 minuten rijden. Robbie, Marco, je moet me even helpen, vriend. Ik zit in een programma Jachtseizoen. Dat is hartstikke leuk. Die gasten van Stuk TV, die zijn niet zo leuk als ik denk dat ze zijn. Maar zullen we afspreken? Wat een avontuur, man. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik heb gewoon slecht van geslapen. Nou, ik vind het knap, hoor, dat je gewoon een eerste anderhalf uur al een boot hebt gepakt en wij hebben hem nog steeds niet gezien, niet geroken. Oh, die kun je ook ruiken. Je gaat geen scheet in lopen forceren. Ik zit naast je, vriend. Ik geef toch een rotklap met die walkie-talkie, daar word je bang van. Ja, ik wil die Marco gewoon een poepje laten ruiken. Nou, Thomas, de enige die hier iemand een poepje laat ruiken is op dit moment de voortvluchtige Marco B. Ik wil nu eigenlijk richting Wijk aan Zee. Richting Wijk aan Zee dus. Maar dat is precies de andere kant op. Holy shit, we zijn verkeerd gereden. Nee! Ik kan twee dingen doen. Ik kan doorrijden naar Aalsmeer en ik kan terugdraaien. In deze paniek verstrijkt de tweede uur en vergeet Marco op zijn smartwatch te kijken.
Oh, hij heeft trouwens te horen gekregen dat hij 11 kilometer bij ons vandaan dat is. Dat is niet veel. 11 kilometer, let's go! Let's go! Let's go! Nou, dat heeft Marco dus nog niet door. De boys trappen het gaspedaal flink in. En bij Marco schiet het een stuk minder op. Het is niet anders. Ik word er aan mensen gevraagd, hè? Het verkeer staat helemaal vast. En dat ziet deze bekende boef als een kans om een nieuwe lift te regelen. Moet u naar Wijk aan Zee? Ik moet naar een andere auto toe. Ja? Dus, Nou, stap maar in. Ja, ik mag instappen. Ik stap in. Kom maar op. Ja. Ja. Oh, is, nou. Is dat je vriend? Nee, mijn werknemer. Oh. Hallo, met Marco. Hallo, met mag ze me eventjes naar Wijk aan Zee brengen? Nee, van mij wel. Top. Vandaag is rood, hè? Nou, vandaag is een beetje oranje. Dank je. Hoi. 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 Hoe heet je? Stephanie, ik ben ja. Marco. Ja, dat had ik gezien. Hoi. Nu Marco bij zijn nieuwe helper weer een klein beetje tot rust komt, ziet hij eindelijk hoe ver Team Stuk enkele minuten geleden van hem verwijderd was. Ze zijn 11 kilometer bijna verwijderd. Dat is wel shit zeg. Daar schrik ik van. Giel, Thomas en Stefan zitten onze boef op de hielen. We kunnen dit! We gaan je pakken, Marco Borsato! We gaan je pakken, Marco Borsato! Marco stopt uiteraard niet met het optrommelen van zijn contacten. Hé hey Jeroen, je spreekt met Marco. Waar sta jij, zeg maar? Zonder van. Ja, volgens mij wel. Oh, mijn zelfvertrouwen neemt weer toe. Terwijl onze ontsnapte boef steeds meer het gevoel van vrij zijn krijgt, besluiten de achtervolgers de rollen om te draaien. Oké, okay, go. Oké. Hoi. Mijn collega Giel. Hoi. Karel. Even uw team ondersteunen. Hoi, aangenaam. Thomas. Thomas. Thomas en Karel. Karel. Thomas en Karel. Goed. Oh. Zo, die komen echt. Ik denk dat we gewoon gasmaskers zo! Is dit een rampenoefening of zo? Ah, nee. Staat nou die brug open? Oh, de brug staat open. Dit meen je niet. Zo. Laat die bus maar lekker uitwaaien. Marco arriveert ondertussen eindelijk in Wijk aan Zee. Wijk aan Zee? Maar er is niks in Wijk aan Zee. Wijk aan Zee heeft één grote straat en hij zit op die grote straat. Maar hij zegt bij mij 13 minuten rijden. Ja, dat kan kloppen. Nou, daar zit het toch helemaal niet zo ver van vandaan. Nee, Thomas, de afstanden worden alsmaar korter. Maar dat wil niet zeggen dat jullie deze boef makkelijk te pakken krijgen. Roosje, super. Hey, die slagboom gaat voor die gasten dus niet open, toch? Nee. Wij rijden nu naar Galeen, maar kijk, dat klinkt natuurlijk al fantastisch. We gaan nu naar de plek, dat pakken ze nooit. Dat wilde ik horen. Marco mag zich allemaal veilig voelen. Dit is voor Stefan bekend terrein. Qua verbindingswegen is er maar één weg naar Beverwijk. Het enige wat kan, zijn fietspaden door die duingebieden heen. En die gaan alle kanten op. Ik weet dat, omdat ik er woon. Iemand brengt hem daarheen, dus die weet het ook. Ja, oh, maar gaat hij nu alle duingebieden in dan? Dus we hebben met deze auto ook nog 10 minuten over. Ja, maar dan mag jij eruit en dan weer erin. Mag dat? Tuurlijk mag ik erin. Ik mag alleen maar 20 minuten in dezelfde auto. We hebben ook een shovel. Als jij die shovel kan regelen, ja. Nou, regel ik concertkaartjes voor je, dan komt het helemaal goed. Hij zit op de duinen, loopt hij. Correct hoor, hij zit echt, joh, luister, hij is in paniek. Paniek? Nee, het lijkt er niet op hoor. Marco vindt het tijd om een bakje te doen. Een bakje koffie en een iets lekkers of zo. Ja, hebben we. Ik ben de hele ochtend heel erg gespannen geweest. Ik hoop dat erop staat, Wil. En nu voor het eerst voel ik me veilig. Ik ga wel snel eten. Hij staat nog steeds op dezelfde plek. Hij staat gewoon te wachten. Hij staat ons op te wachten. Hij heeft een boot. Dus we kunnen daar alleen komen met een scooter of een fiets. Zij zijn nu 6 kilometer bij mij vandaan. Ik ben toch niet rustig. Ik voel me veilig en toch voel je toch een tikje. Ze kunnen hier niet komen, toch? Nou, ze moeten ook een 4x4 rijden. Dat zou knap. Nou, dan schat Marco zijn achtervolgers toch iets te laag in. Yo, heb jij iets te doen de komende 20 minuten? Kan hij niet strand op? Het probleem is dat wij niet met onze bus kunnen komen bij Heemskerk. Ja? Ga je daar naartoe rijden? Hij gaat er naartoe rijden! Jij gaat naar de reddingsbrigade, jij gaat een boot fixen. Ja, die is hier. Kijk, zij weten bij een locatie nu elke 5 minuten. Maar ja, we zitten hier op een plek, dan kun je alleen maar met de scooter komen of met de fiets. Dus ja, ik drink even mijn kop koffie op. Thomas probeert om nog een ander voertuig te regelen. Nee, ik ben op zoek naar een boot.
We gaan liggen, want hij mag ons niet zien. Nee. We zijn zo dichtbij. Het is 20 minuten lopen die kant op. 20 minuten lopen die kant op. En toch ben je zenuwachtig. Zie je iets? Ja, ik zie heel veel mensen. Er komt een auto van de andere kant. Hij zit in die jeep daar! Ja, hij zit in die jeep! Heb je van Giel, even kijken. Hij zegt dat ik naar Wijk aan Zee te moet. Kom, rennen! Ja, er komt dus een auto uit Castricum. Daar hadden we dus even niet op gerekend. Shit. Of we gaan... It's out of my hands. Ja, dat is hem! Dat moet hem zijn! Je bent een held, man! Oh, die zit er erbij. Ja, dat is hem! Ja, dat is hem 100%! Dat is hem 100%! Ik heb hem toch een beetje onderschat, denk ik, die gast. Laat hem niet ontsnappen, ik moet hem pakken! Okay, ik ga offline. Ik ga nu offline. Systems off. We zijn offline! Keep up the good work. Bite your ass. Hij ontsnapt, man. Maar als het goed is, komt hij toch een slagbom. Ah, ja! Ja, go, go! Hij is... Ah, fuck! Die gaat dicht. Oh. Marco, stoppen! Hij gaat dicht, hij gaat dicht. Marco, stoppen! Fuck! Dit meen je niet, hij gaat weg! Die slag mag hier dicht. Holy fuck. Oké, okay, luister, waar gaan we door? We staan hier zonder auto. We hebben geen auto. Hoe laat de stoom is hier? Weet ik niet. Shit, zijn we nu ook nog offline? Maar dan zijn die gasten dus wel echt in de buurt. Maar we moeten ze weer oppikken, dat is super kut. Eigenlijk moeten we gewoon even een andere auto fixen. Waar ga jij naartoe? Beverwijk. Hey, Steve, ik ben de Beverwijker. Tijd, heb je tijd? Ja. Hij heeft tijd, hij heeft tijd. Nee joh. Yo man, oké, luister, we moeten zitten achter Marco. Waar moeten we heen? Wijk aan Zee, waar de fuck is Wijk aan Zee? Dit is zo kut, het ligt allemaal in hun handen. Ik kan niet zoveel, ik kan alleen maar rijden. Fuck. Ja, Marco hier. Kun je met de shovel over het strand naar de pier komen? Met de bak eraan. Met de bak eraan. Met de bak eraan. Vol gas. Kunnen wij nog een slagboom door? Ja. Hier. Top. Volgens mij is hij rechts gegaan hier. Oké, okay, volgens mij ben ik weer online. Nee, ik rijd nog goed. Fucking chill. Mooi, jongens, de laatste paar minuten zijn ingegaan. Er wordt echt fucking spannend. Hij is hier in de buurt. Yes, ik ben online. Top. Marco sluipt weer het strand op. Daar waar het grove geschut op hem staat te wachten. Top, Robbie. Jij haalt even een andere auto, hè? Ik mag nog 20 minuten in deze showvol blijven zitten. Dus als we nu nog een andere auto kunnen regelen, dan kan ik desnoods hier nog weer als laatste in, als ik nog 10 minuten over heb. Maar ja, weet je, nou wil je fucking winnen ook. Weet je, zo werkt het toch gewoon? Ja, hij ging hierheen. Hij moet denk ik die jeep terug. Ja, dit is hem. Dit is die auto. Dat is die auto, toch? Dan moeten we rijden. Daar zit hij niet in. Daar zit hij niet in. Thomas. Waar zitten jullie? Yo, we zitten er dichtbij, jongen. Maar kom bij naar Wijk aan Zee, bij het strand. Ik ben daar. Goed zo, daar is hij. Daar is ook zijn laatste locatie, ja? Fucking spannend. Rij achter hem aan. Stop eens even. Ja, ga daar. Ja, hij moet hier komen. Oké, okay, jij wacht op ons nog? Fucking chill. Top, timer, dankjewel. Thomas van Giel over. Ja, de komen. To! We moeten hem nu pakken. Hij zit daar. Rijd deze weg uit. Hij komt daar tegemoet. Hij is hier. Steve, hij komt richting de pier. Ik ga met jou mee. Overstappen. Oh, de dicht. Jongens, ik denk dat hij vervoer heeft op het strand om heen en weer te rijden. Over. We moeten gewoon met z'n drieën het strand op. Dit kan toch niet meer fout gaan? Dat zou je zeggen. Steve, je moet terug. Hij zit bij Wijk aan Zee. Hij zit waarschijnlijk op het strand. Ik ga kijken. Is het geregeld of is het geregeld? Auto. Trekker. Shovel. Ik kan gewoon kiezen. Waar zijn jullie dan? Hey, waar zijn jullie dan? Steve, jij bent fucking dicht in de buurt. Ik zie hem staan, ik zie hem staan, ik zie hem staan, ik zie hem staan. Pak hem, kom op. Er komt iemand aan, er komt iemand aan. Spring in die bak. Spring erin, in die bak. Hij stopt in een bulldozer. Ik zie hem staan. Stoppen, stoppen. Oh, dat was spannend. Hij gaat met een bulldozer. Terug naar de pier. We gaan die kant op, over. Hier hebben, nee, hier hebben we nog 10 minuten. Ja, maar hij is een spel met ons te spelen. Ja, hij loopt als de dolle, man. Giel, ga hier eruit. Misschien zie je hem aankomen. Kom naar het fucking strand toe! Kom op het strand, verdomme lullo's! Hey,
blijft weg van mij. Jongens, ik ben er. Ik ben met de auto door de pier. Hij draait nu weer om naar jou, Speet. Waar is die jongens? Ja, ik heb hem zitten. What the fuck? Deur is dicht. Ja, de deur is hem dicht. Ja, ik kom eraan, Ik heb gewonnen! We hebben hem niet, jongen. Zo fucking net. Godverdomme. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer, ik heb zoveel gered. Fuck, wat is dit zuur. Nee, als ik verwacht, nee. Ik heb, bedoel, je maakt een strijdplan en ik hoopte dat ik hier relatief veilig zou zijn. Daarom dacht ik, dit laatste uurtje kan ik hier wel door, maar wij hebben continu heen en weer gereden. We hebben alles gedaan. We hebben alles gegeven, we hebben alles gedaan. Zo pijnlijk. Ik kwam die strandhelling kwam ik afredden. Ik zie hem gewoon staan tussen een jeep en een bulldozer. Fuck! Ja. Maar denk erom, deze papa komt straks thuis in een oranje overal. Ja. Yeah. Het is Marco Borsato gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Tijdens het eindsignaal was zijn afstand tot de jongens een minuscule 5 meter. Dit betekent dat onze volksheld naar huis gaat vannacht. Met een stabiele 3e plek op de jachtseizoenranglijst. Wil jij nou thuis ook het jachtseizoen spelen? Download dan nu heel gauw onze app, het jachtseizoen. En laat ons in die app weten welke boef volgens jou de allerbeste boef is van de afgelopen seizoenen. En die boef, die krijgt van ons de beste boef award. Ja, fuck! Kut! Boom! De champ is hier! Maak daarmee een kans op een Samsung Galaxy S10 die je kan ophalen in jouw dichtstbijzijnde mediamarkt. Yes, ga het jachtseizoen spelen! Yay! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mediamarkt. Altijd op zoek naar de wow voor jou.